ben als lijsttrekker uitgenodigd om hier een kijkje te komen nemen hoe Tiene de participatie aanpakt. Ik heb hier hele leuke concepten gezien, heel laagdrempelig. Wat vooral belangrijk is, is denk ik als politieker de ruimte te geven aan uw inwoners, ze een stuk vrijheid te geven en een stuk los te laten, om zo eigenlijk die spontane initiatieven alle kans te geven op succes. Hey. Hallo, dag Katrien. Hey. Vincent. Dank voor de ontvangst. Ik was natuurlijk een klein beetje later door wat andere afspraken nog in de punten, maar het was een zeer interessante morgen. Wat mij opviel was dat Tienen echt wel bruist, dat het een mooie stad is waar men echt heel hard nadenkt over hoe gaan we het inrichten om inderdaad dat bruisende opnieuw naar boven te krijgen. En dat dat ook altijd gebeurt met participatie. Men probeert zoveel mogelijk de bewoners te betrekken en dat zorgt er ook voor dat de projecten die men hier doet veel meer gedragen zijn. Het was fijn om de collega's lijsttrekkers op stap te nemen om te tonen hoe dat we letterlijk en figuurlijk plaats willen geven aan burgers. We zijn begonnen met de tijdelijke invulling van de stationsomgeving. En dan hebben we ook de scholen waar dat we een pop-up invulling, tijdelijke invulling. Die tijdelijke invulling is niet vrijblijvend, maar geeft eigenlijk richting aan hoe we de stad verder willen ontwikkelen. We willen meer plaats voor voetgangers, fietsers, meer plaats voor groene ruimte en nieuwe initiatieven. Die ontstaan mede dankzij burgers.